Hallo allemaal, weer een aflevering van Lezen voor de Lijst. Splinter Chabot, Confettiregen uit 2020. Het genre is een zogenaamd ego-document, een ik-document, waarin de schrijver dus zelf aan het woord is over zijn eigen leven. Splinter noemt het een dagboek, maar ik denk dat het dat niet is. Het heeft in ieder geval niet de uiterlijke kenmerken van een dagboek. Je zou het ook een coming-of-age roman kunnen noemen, waarin iemand tot volwassenheid opgroeit. Het is een roman waarin de coming-out, het uitkomen voor je homoseksualiteit, centraal staat van een jongen, in dit geval een zekere Wobie. Let erop dat je, als je de letteromzetting doet, dat je dan Bowie krijgt, de popzanger. Het is duidelijk autobiografisch. Het begint met een woord vooraf, dan drie delen. David, Daniel is het tweede deel, Arthur derde deel. Daarna nog een epiloog en een dankwoord. Die drie delen die zijn zo genoemd omdat respectievelijk David, Daniel en Arthur telkens de katalysator of het middelpunt zijn van Wobie's verlangen. Het zijn de jongens waarop hij verliefd is. Je moet het boek lezen, zegt het woord vooraf, als het boek van een worsteling met het anders zijn. Nou, dat is echt een beetje overbodig, dat woord vooraf, want dat begrijp je ook best wel als je het boek zelf gelezen hebt. Je bent anders, daar gaat het om, en daar heb je niet zelf voor gekozen. En dat is heel pijnlijk. Ik begin met het eerste deel, David. Dat begint als Wobie 6 jaar is. Hij leeft in een soort sprookjeswereld thuis. Hij groeit op in een warm, harmonieus gezin met vader, moeder en 3 broers. Een goede voorwaarde om anders te durven zijn in de toekomst. Maar we zullen zien dat dat anders loopt. Wobie is druk en hyperactief op school. En hij wordt op een dag uitgelachen omdat hij oorbellen in heeft die hij van zijn moeder gekregen heeft en een heleboel glitters. En die heeft hij ingedaan en daar wordt hij om uitgelachen. Dat is de eerste keer dat hij al iets van dat anders zijn merkt. Hij speelt bij David, die graag kattenkwijt uithaalt thuis. Ze gaan naast spelen ook voetje vrijen. Dat levert spanning op. En David laat zien dat hij besneden is. Dus er is al iets van ontluikende seksualiteit. Er volgt een prachtige beschrijving van de lagere schooltijd, waarin hij stevig ruzie maakt met een leerkracht. Daar ontdekt hij voor het eerst dat hij door de medeleerlingen als anders wordt ervaren. Als je een briefje onderschept waarin staat dat ze hem ook anders vinden en vermoeiend en dat hij maar rare ouders heeft. Zijn ouders hebben al snel door dat hij anders is en dat hij waarschijnlijk homoseksueel is. Dus die praten daar samen ook over in hoofdstuk 10... Dat is de enige perspectiefwisseling in het hele boek, dat niet de ik, Wobie, aan het woord is, maar zijn ouders tegenover elkaar praten over het feit dat Wobie zichzelf moet blijven en een omgeving moet krijgen waarin hij zich veilig voelt. Ze beseffen dus best dat hij homoseksueel is. Let erop dat de voorwaarde om jezelf te zijn een veilig nest is, waarin liefdevolle ouders je begeleiden naar de volwassenheid, en die heeft hij gehad. Maar toch is het dan nog moeilijk om jezelf te aanvaarden in je homoseksualiteit. Tweede deel, Daniel heet dat. Dat beschrijft de middelbare schooltijd vanaf de brugklas. De buitenwereld gaat je zelfbeeld dan bepalen. Op school word je uitgelachen en gepest. Men herkent al snel dat Wobie homoseksueel is. Hij mag een docenten nadoen op het Sinterklaasfeest. De make-up en de vrouwenkleren vindt hij fijn. Het levert een bepaald soort spanning op. Hij heeft thuis met een zekere Pieter een halve vrijpartij, maar Pieter reageert later agressief en wil zich van hem losmaken. Hij wil niks meer van hem weten. Hij worstelt vooral met zelfaanvaarding in dit deel. Hij wil er niet met zijn ouders over praten. Het is een wirwar aan gevoelens in zijn binnenste. Schaamte, zelfhaat, angst om afgewezen te worden, verlangen naar vrijheid, gebrek aan moed om jezelf te zijn. Het lijkt of hij gedwongen wordt anders te zijn, maar het niet wil. Hij ontmoet in een werkgroepje een zekere Daniel, daar wordt hij vrienden mee,
Maar van zijn kant is het gewoon verliefdheid. Een citaat. Er groeide iets onbeheersbaars van binnen, waardoor anderen me zagen als anders. Toch heeft hij veel vriendinnen met wie hij omgaat en die al lang en breed doorhebben wat er met hem aan de hand is. Dat hij homoseksueel is. Gymlessen vindt hij de hel vanwege het omkleden en het samen zijn met de jongens. Hij vindt het zo moeilijk dat ook de leraren doorhebben wat er met hem aan de hand is. En hij hoeft dan ook 3 jaar lang helemaal geen gym meer te volgen. De verliefdheid op Daniel wordt al maar sterker. Met Valentijnsdag stuurde hij hem een lolly met een lief kaartje. Maar Daniel valt op Fleur. En de hele school weet nu dus dat hij op jongens valt. Hij moet alleen zelf nog accepteren dat hij op jongens valt. Op een schoolreis naar Praag krijgt Daniel iets met Fleur. Wobi durft nog steeds niet te zeggen dat de lolly van hem afkomstig is tegen Daniel. Maar hoewel iedereen dat eigenlijk wel weet. En Daniel zelf ook. Uiteindelijk zegt hij het toch. Dat is een hele kleine manier om uit de kast te komen. Maar het grotere werk moet nog komen. Dan het gedeelte Arthur. Hij is dan van de middelbare school af. Gaat politicologie studeren. Woont in een studio in Amsterdam. Hij heeft nog steeds niet geaccepteerd dat hij homoseksueel is. Met kleding wil hij laten zien wie hij is. Hij is dol op kleurige kleren, met name roze. Hij beseft dat hij naar vrijheid verlangt en zich niet wil laten remmen om van die vrijheid te genieten. Zijn verstand zegt dat dat het geval is, maar zijn gevoel en zijn angsten zijn groot. Hij is dus ook in dit deel nog angstig, durft geen boodschappen te doen. Op een feest ontmoet hij Arthur en die praat met hem over zijn remmingen en gebrek aan moed om uit de kast te komen. Nou, Arthur is zelf ook homoseksueel en die is begripvol en die neemt hem mee naar zijn kamer en daar hebben ze samen seks. Die seksualiteit wordt in dit hele boek trouwens heel kuis en een beetje afstandelijk beschreven. Bepaald niet sensationeel of expliciet. Even ervaart hij de volle vrijheid van het jezelf zijn als hij met Arthur gevreden heeft. Maar ja, Arthur heeft ook een andere jongen ontmoet en die zegt het ook heel eerlijk met wie hij wat wil. En Wobi duikt dan weer terug in het depressieve gevoel. Hij moet nog 1 stap maken, het aan zijn ouders vertellen. Dat gebeurt op kerstavond. Hij is erg zenuwachtig en moet bijna overgeven. Toch vertelt hij het uiteindelijk wel, al huilend. Zijn boodschap wordt met liefde ontvangen en hij wordt volledig geaccepteerd. Hij geeft zijn moeder later een glazen traan met een danseres erin. Hij krijgt van zijn moeder een door hemzelf ontworpen bank met een holle ruimte erin, waarin hij dan al zijn geheimen kwijt zou kunnen in de toekomst. Hij vertelt nog dat de uitspraak van Mark-Marie Huibrechts in De Wereld Draait Door tegen jonge mensen, het wordt beter, dat die hem erg geholpen heeft. Dan volgen nog een epiloog en een dankwoord. Ik wou nog de volgende dingen zeggen. Ik merk nog de volgende dingen op. Het is een mooi, ontroerend boek. Zeker steun voor jongens of meisjes, of jongens en meisjes die uit de kast willen komen, maar niet durven. Merk op dat jezelf zijn, vrij zijn om jezelf te zijn, een dubbel proces is. Je omgeving bepaalt ook hoe jij jezelf ziet. Dat is een deel van hoe jij jezelf ervaart, wat je omgeving van je vindt. En bij Wobi was dat allemaal over het algemeen positief. Een warm, liefdevol gezin, begripvol lerarenkorps, fijne vriendinnen die naar hem luisteren. Hij moest alleen zelf nog de moed hebben om in het water te springen. En dan toch is het heel moeilijk, een worsteling om jezelf te accepteren. Daar gaat het hier om in dit boek, zelfacceptatie. Het thema zou ik willen noemen de worsteling om jezelf te accepteren met alles erop en eraan. Dus ook je seksualiteit. En dat blijft je hele leven zo. Dat je moet worstelen, gelukkig niet zo intens als in dit boek en niet zo droevig als in sommige delen van dit boek. Maar dat weet ik uit ervaring, je zelf accepteren dat is een
langdurig proces. Daar doe je je hele leven over. Om je schaduwkanten van je persoon, om die ook te accepteren. Niet alleen de leuke dingen en de goede dingen. Je seksualiteit is van je identiteit natuurlijk een belangrijk onderdeel, bijzonder belangrijk onderdeel. En daarin moet je ook tot acceptatie komen van wie en wat je daarin bent. En pas als je jezelf accepteert, kun je dan de ander accepteren. En dan voel je je vrij. Dan gaan ook je angsten weg en dan voel je vrijheid. En daar gaat dit boek over. Het thema is dus zelfacceptatie als worsteling. De motieven noem ik nog even op die je zou kunnen noemen. Vrijheid, zelfhaat, schaamte, de angst om afgewezen te worden, pesten, vriendschap, verliefdheid en ontluikende seksualiteit. Een goed boek, een belangrijk boek waarop ook nog wel iets is af te dingen. Ik vond het met name dat woord vooraf waarin gezegd wordt hoe je het boek moet lezen als een worsteling vond ik eigenlijk overbodig. Want als je het boek zelf gelezen hebt, dan begrijp je dat wel. Dat moet je maar aan de lezer laten, vind ik, hoe je een boek ervaart. En je moet niet van tevoren zeggen van zo en zo moet je het lezen, dit bedoel ik ermee. Nee, je moet het lef hebben om het te maken en dan de reactie van de lezer afwachten. Een belangrijk boek voor jonge mensen. Je kunt het op je lijst zetten en ik hoop dat deze video je helpt om nog beter te onthouden en te begrijpen waar het over gaat. Ik dank je weer wel.